Doe de intro. Hup, oprotten. Opgenomen. Zijn we gestart? Ja. Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van A Way Out. Ik ben helemaal flabbergast. Ik ben Carter. En ik ben Emory. Rus is heel vaak gebeurd, wat ik niet had zien aankomen. Maar die aflevering gaan we lekker niet uploaden om jullie in de war te brengen. Nee, grapje. Maar zou dit weer onder plan zijn van Leo en Vincent? You, Vincent. Oh nee. Leo, you need to calm down. Calm down. Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet. You backstabbing pig. Please, just calm down. Shut up. Just shut the fuck up. Stop the car and let's talk this through. There's still a chance for you to do the right thing. The right thing, huh? The only right thing here is me pointing the gun right out of your face. So shut up! Listen, Leo. Don't make this worse than it has to be. Worse? You're a dead man talking. How about that? Je moet sturen, gek. Ik ben aan het sturen, jongen. Ik ben toch niet zo goed in racen. Oh, ik ga je geweer pakken, denk ik. Komt-ie. Oh, nee. Ah, dit ben je niet toch? Nee, grap. Kerel, hoe kan je mij dit aandoen? Oprecht. Wat? Spuit, man. Nee, wat? Damn it! Come on! I can't let you get away. You're a dead man, Vincent. Hey, how do I? Oh fuck! Is het nou? Is het pompie dompie dom? Nee, moet ik serieus schieten op jou? Nee, hey, grap, dat kan je niet doen, man. Ha. Dat kan je niet maken, kerel. Hey, ik moet op je motor mikken, man. Ik zit. Kerel, dat kan je niet doen, dat kan je niet doen. Schiet hij allemaal mis in het begin, zegt hij spannend en nou raakt hij alles. Oh. Ik ben blij dat ik heb dit. Heb jij dat ooit op YouTube gezien? Wat? A Way Out? De ontsnapping van de gevangenis. Oh, godzijdank, ik denk anders weet jij hoe dit gaat lopen. Intercept met de next drive, Emily! Gast, kijk hoe scheef jij schiet. Hoezo raakt het mij? Ik moet jou niet raken, ik moet de motor raken. Dat is het enige wat mijn doel is. Ja, de motor, ja, ik mag jou niet raken. Jezus. It's fucking insane! Je moet een beetje meewerken, want ik denk niet dat dit het doel is. Denk ze nou dat ik dood ben? Nee, dit ziet iedereen ook duidelijk. There! Down on the right!
see him running. Set us down over there. Okay. Maar eerlijk, wat je hebt gedaan in deze game, dat kan je eigenlijk niet maken, hè? What the fuck? Van zo'n teamwork naar dit, jongen. I'll go this way. All right. Jij hebt toch het vermoeden dat jij Emily door de kop schiet? Ik heb nou geen wapens, hè? Oh, ja. Maar je hebt brute kracht. Zou je denken? Zie? Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get up. You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. Get out. Leo versus Vincent. Je bent al op. Oh shit. En ik weet nog 16 wie wie is eigenlijk. Leo. Oh, ik ben Vincent. Jij bent Leo. Please stop this. Oh, ik ben Leo. To stab someone in the back. I know you're disappointed. But Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. Ik ook niet, gast. Hoe heb je me zo hard kunnen naaien, man? Dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? You're a dead man. You piece of shit. Nee. Grap. Is dit het? Oh, gast. Nee. Gotta find him. Can't let him get away. Okay. Give up, Leo. This won't end well. Nee. I wonder where that pig is hiding. I see you, Vincent. You can't hide from me. Nee, man. Oh, fuck. Waar sta je? Ik sta daar, ja? Oh man, dat kan je niet maken, grap. Nee, zo kan het gewoon echt niet eindigen. Come on! We don't have to do this! Eikel. Oh, dit kan zo niet. Ik voel me gewoon kut nou, hè. Heb je snel gedaan? I'm just getting started. You're gonna pay for this. Stay away from the steam. Waarom is het zo grijs bij mij? Komt dat denk ik gewoon door de rook? Oh, dat komt gewoon puur door de rook. Hij lijkt er echt wel vaker. Get up. Get up.
Huh? Waar ben je? Oh, gevonden! Oh, lekker mobbel ben ik schil. Nee. Ook toen we bij die health bar zagen, dacht ik echt van nee. Dat kan je niet maken, gast. Fuck die bepansering. Nee, ey. Nee, ik weet niet, sorry man. Jij moet nu precies hetzelfde doen, denk ik. Ah, no man. Oh, dit is pijnlijk gek. Had ik die kleding aan? Nee. Oh ja, nee, weet ik. Niet man. Ik kan dit echt niet. Oh. Als het zo door moet gaan, dan heb ik jou eerder als je kijkt naar het health. No man, wat is dit voor einde man? Nee, ik wil niet nog een keer, want is het, ja, ik kan nog maar twee klappen denk ik. Oh. Ik kan nog één klap en ik heb jou dood denk ik. Nee man. Alleen ja, ik heb geen keuze denk ik, want anders faal ik denk ik gewoon. Jij ook. Doe je dat mijn zoon aan? Doe dat mijn zoon aan? Ja, de dochter, pik. Oh ja. Nee! Er zit daar een gasfles. Nee, er zit daar gasflessen. Nee, ik wil het niet. Nee, daar hou je niet van. Nee, dat ga ik niet doen! Nou man, wat doe je me aan? Ik druk niet op R2. Je moet. Ik druk niet op R2, denk maar! Je moet. Hij trilt, hij moet je horen. Kerel, waar wacht je op? Maat. Ah, no man, no.
Ik ben dood, gast. Wat vind je er dan van dat je dat gedaan hebt? Je doorgaat dat ik wou dat schot niet overhalen, man. Ik denk dat ik gewoon echt nog steeds L2 gewoon ingedrukt kon houden als ik wel. Ik denk dat het einde gewoon was jij of ik. Hey. Hi. Hij heeft zich geschoren, gast. Sure. Nee, ik heb nog steeds een snorretje. Ja, maar de rest. Hi. Hey, Alex. Where's Leo? Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. Ja, hoe ga je dat nou uitleggen? It's about Leo. What about him? Ik denk dat je vrouw best wel een pisklap geeft. Nee jongen, ik denk dat ze gewoon in tranen uitbarst of iets. Maar zou die het verhaal verteld hebben? Denkt hij de waarheid wel verteld? Ja, zo te zien wel, ja. Go! Ik zou snel wegwezen, man. Holy shit. Ik ben hier echt stil van, man. Ik ook. Wat? Ik vraag me af of überhaupt een ander einde mogelijk is. Want ik heb zo vermoeden hoe het ook was gegaan. Ik denk toch de agent toch richting dat wapen was. Ga ik straks wel even opzoeken. We kunnen straks ook gewoon het andere einde proberen dat ook opnemen. Ja. We hebben allebei de eindes. Ja. Dat je mij bijvoorbeeld nou laat winnen, zeg maar. Dadelijk. Ik ben niet echt stil van kill. Ik ook. Ha. En hij gaat terug naar zijn vrouw. Die vrouw wist dus dat hij een... Huh? Die vrouw wist dat dus, dat hij een agent was. Hey, Carol. I wrote you a letter. It's over. Here. What's this? It's my resignation from the Bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. Oh, ze kon niet tegen dat hij elke keer zijn leven in gevaar bracht. That's a beautiful name. Godzijdank dat hij geen Linda heeft. Oh, dat zal het zijn. And she's got your eyes too. Spoor. Dat zal het zijn geweest, hè? I'm sorry. I know you are. You want to come in? Hey. I'd love to.
Ah. Daar lig ik dan. Weet je, kom je toch nog voor in de cutscene. Shut the fuck up. Leo Caruso. 1936? Zo, dit speelde vroeg af. In de is tijd. 1936 man, ja? Oh. 1936, 1972. Dan was hij... 36. Ja, nog niet heel oud. Oh. Pascal, ik ben niet boos in je. Ik ben teleurgesteld. Geef maar een knuffeltje, ja. Zie je daar Leo toekijken om een hoekje. En dan fucking bastard. En dan in één keer een enge comeback. Dat zou wat zijn. Holy fuck, als dat was hem. Dit was het. Oh. Nou mensen, tof dat jullie gekeken hebben naar deze serie. En hierna komt nog geen aflevering. Dat is van de tweede einde. En dan zeg ik... Alternative ending. Ja, en dan zeg ik... tot dan. Houdoe. Houdoe.